Oké, ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ben letterlijk in paniek op dit moment. Jongens en meisjes, like deze video binnen 3 seconden. Sneller dan ik op de eerste tafel spring voor mij. 3, 2, 1. Huh. Jongens en meisjes, ik zat net gewoon rustig in de les. Er was niets aan de hand. De leraar die zei bla bla bla. Ik zei schrijf, schrijf, schrijf. En het buurjongetje naast me zei, mag ik afkijken? En ik zei nee. Een normale schooldag zou je zeggen. Maar toen plots... moest ik naar het toilet. Niet dat, maar plots... En de school is gekrompen. De school is verkleind. Zo klein als een zandkorrel. Oh jongens, ik kan hier niet tegen. Dit is zo eng, dit is zo eng, dit is zo eng. Kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan. De school is zo klein dat zelfs de mieren even groot zijn als de school. En de kinderen zeggen, ik ben bang, help mij, wat moet ik doen? En de mier zegt ondertussen, maak je geen zorgen, klas. De school is verkleind. Het wordt waarschijnlijk ooit wel eens normaal. Mieren zijn aardig. Jongens, wij moeten proberen te ontsnappen uit de school. Links. En rechts. En nog een keer rechts. En een checkpoint. En allemaal gillende, schreeuwende kinderen, omdat ze waarschijnlijk niet weten wat er aan de hand is. En ze willen alle kanten oprennen, want ze zijn namelijk bang dat de school verkleind is. En ik ben bang. Jongens, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Dit is creepy. Dit is zo creepy. Oh, nice. Hey, ik doe het op zich best wel goed. Ik doe het op zich best wel goed voor iemand die zo ongelooflijk bang is dat zijn school gekrompen is. Nice, ik heb weer een checkpoint. En ik spring over de kinderen heen. Is dat raar, over kinderen heen springen? Ik weet het niet. Laat het mij beneden weten in de comments. Oh, nee! Jij met je blauwe haren. Ik zag het wel hoor, je deed het expres. Je wou me laten struikelen, want je vond me een beetje een nerd. Maar weet je wat het is jongens met nerds? Hè? Dat mag je best weten, nerds zijn slim. Nerds zijn slim en dat is eigenlijk gewoon goed. Slim zijn is namelijk niks mis mee. En minder slim zijn ook niet, want iedereen is uniek op zijn eigen manier. En dat moet je absoluut nooit, never ever vergeten. Als iemand jou ooit zegt dat je stom bent, dan zeg jij van nou weet je, dat mag jij vinden. Maar ik ken mijn eigen uniekiteiten. En uniekiteiten is geen woord, dat heb ik net zelf bedacht. Oké, spring. Oh! Jongens, hé, hey, wat? Uh-oh, ik snap het al. Omdat de school gekrompen is, zijn er nu letterlijk insecten die mega huge zijn gewoon. Waarom moeten jullie nou ballen gooien, terwijl de school gekrimpt is? Jullie zijn heel rare kinderen gewoon, echt waar. Waarom zou je dat doen? Oké, wat is dit? Is dit een beest? Dat is een bowlingbal. Oh my gosh, als een bowlingbal al zo groot is, moet je nagaan wat voor groot probleem wij dan wel niet ervaren op dit moment. Zeg maar, een bowlingbal is normaal best wel groot, maar niet zo groot als gewoon heel de schoolgymzaal. Je moet proberen, oh, het zal wel. We kunnen schijnbaar double jumps doen op dit moment, jongens. Jump, jump! Oh, jongens. Oh, jongens. I like this one. I like this one. Check this out. We are going to do this. Het is wel leuk dat je zeg maar een double jump kunt doen. Want vreemd genoeg kom ik op deze manier wel echt een stuk verder. Let's go. Let's go. And we made it. Yes. Oké, okay, cool. Het volgende wat wij... Uh-oh. Hey! Jongens, ik hou hier niet van. Ik vind het hartstikke fout en niet goed dat jullie met eten spelen. Met eten spelen is niet de bedoeling. Eten is gemaakt om te smikkelen. Om te smakken en te grommen. Eten is niet gemaakt om mee te spelen. Tenzij je natuurlijk speelbaar eten hebt. Zeg maar... Spelen met eten is niet goed. Ik kan me wel voorstellen dat kleine kinderen die zeg maar nog een half jaar oud zijn... Dan tjoeke 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 treintje komt eraan. Kijk, dat snap ik. Maar eten is geen... Kijk, dat bedoel ik. Letterlijk, ik heb het erover en ik word ingemaakt door spelend eten. Jongens, we are... Hé, hey, dat is niet aardig. Die kwam letterlijk op mijn hoofd terecht. Waarom zou je dat doen? I don't like that, man. Oké, ik moet voorzichtig zijn. Oké, rustig, niks aan het handje. Uh-oh. Ha. Yes. And I made it. Nice. En er zijn hier allemaal ovens die vuur uitspoelen. Dus daar moet ik voor uitkijken. Oh, jongens. Een lekkere hamburger. Zijn er überhaupt echt kantines, zeg maar, in Nederland, zeg maar, in scholen die hamburgers aanbieden? Ik wil niet zeggen dat dat slecht is, hoor. Zeg maar, een hamburger is natuurlijk niet goed om heel vaak te eten. Maar meer van, ik wil niet per se zeggen dat ik dat een slechte zaak vind. Maar bij mij op school hadden ze kaasstengels en prinskoekjes en zo. Hooguit een keer een SpongeBob-koekje, maar daar hield het ook echt op. Ik heb nog nooit ergens een hamburger in een schoolkantine zien liggen, to be honest. Maar misschien is dat nieuw of zo. Oké. Okay. Even kijken, wat moeten we doen? Wij moeten, ik denk naar de exit, right? Is dat de bedoeling? Moeten wij naar de exit? Zijn we klaar? Nee, uh-oh. Oh nee, jongens. Dit is een quiz. En jullie mogen mij meehelpen in de comments. Moet ik blauw kiezen? Of moet ik rood kiezen? Laten we eerst even naar de vraag gaan. Welk, een van deze mensen is de geheime identiteit van John? Dat is natuurlijk Builderman, dat weet iedereen.
Oké, dat is een fout. dat is Stellamon. Ja, ik heb hem goed. Wat? Bij welke stage ben jij nu? Bij stage 12 ben ik nu. Kan ik rechtsboven in beeld zien. Wat is dit voor spel? Het is een officieel Roblox event. Of het is een snelle manier om een beetje geld te verdienen. Ik denk dat dat het eerlijk gezegd is. Ja. Het is wel grappig dat ze die zelf spot hebben. Welk van deze beesten kan buiten worden gespot in stage 1? Ik heb goed opgelet. Dat was een mega mier. En ik weet zeker dat jullie je dat ook nog kunnen herinneren. Hoeveel vingers hebben de meeste cartoon karakters? 8. Een cartoon karakter heeft bijna nooit 10 vingers. Wat? Wie is aan het einde van deze obby te vinden? Slash. Nee! Ah, come on. Oké, weet je wat? Ik zeg maar, het lijkt alsof ik nu heel veel opnieuw moet doen. Maar dat komt omdat we net elke keer stil stonden. En nu is het gewoon letterlijk een kwestie van rechtdoor lopen. Wel natuurlijk op de juiste route, want hey, anders gaan we weer fouten maken. 8. En dan is dus de allerlaatste, de weird. Ik weet niet wie dit is. Ik heb echt geen idee wie dit is. Wat? Oké, hier ga ik maar gewoon even eentje kiezen hoor. Ja, ik wou net zeggen. Welke vraag is dit? De hoeveelste vraag is dit? Dit is de laatste overigens. Ik denk de tiende. Nee! Oh jongens, ik hou hier niet van. Ik wil niet zeggen dat ik het haat, maar ik hou hier niet van. Maar nu gaat het mij wel lukken. Nu ken ik het echt helemaal uit mijn hoofd. Waarschijnlijk ga ik hier vannacht zelfs over dromen. Hoe ik de juiste keuzes maak binnen deze obby. Gigantische mier. 8 vingers. Rare man die ik niet ken. Rechts. En links. Ja, oké, ik heb hem gehaald. Ik was heel even bij die laatste aan het twijfelen. Ik kon het me even niet meer zo goed heugen. Oh my gosh, jongens. Wat is hier aan de hand? Ik zie allemaal vreemde boeken liggen en zo. Oh, ik ben geraakt door iemand op een vliegtuigje. Oh, wat moet ik doen? Ik moet gewoon proberen hier heel snel doorheen te komen. Go. Ik kan natuurlijk double jump. Ah nee, ik paste hem verkeerd toe. Oké, kom op jongens, we moeten gefocust blijven. Oké, spring. Oké, rustig. En nu. Spring. Ja. Nee. Hey, ik ga deze skippen man, ik heb hier geen zin in. Het spijt me zeer, maar deze ga ik overslaan. Oké, deze wil ik wel proberen. Oké, rustig. Rustig. Ha. Ja, nice, I made it. Oké, voorzichtig. Hier naar boven. En dan vervolgens hier naar de overkant, denk ik. Zeg maar, die double jump die maakt alles wel een stukje makkelijker. Ik denk dat ze dat in meerdere obby's moeten doen. Het is ook legit leuk om met een double jump te spelen. Zeg maar, je krijgt dan een beetje dit idee. Zeg maar, je hebt elke keer het idee dat je even moet stoppen, maar je kunt in één rechte lijn doorgaan. Dat, jongens en meisjes, is mijn nachtmerrie. Dat ik s'nachts naar het toilet moet en dat het toilet in één keer een mond heeft. Ik weet zeker dat meer mensen die nachtmerrie ooit hebben gehad. En zo niet, dan heb ik een serieus probleem in mijn leven. Oh nee! Leave me alone! Oh nee, ik ben in de slijk gaan staan. Oh. Meet Builderman. Kan dat? Builderman heeft niet... Oh, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik zit vast. Oh nee, laat maar. Ah, ik glij alleen uit. Het is niet... Je mag wel over het slijm heen lopen. Maar dan kun je dus uitglijden, apparently. Dat is een beetje het idee. Ja, goed, dan doen we dat gewoon lekker op deze manier. En hopsakeetje, we made it. Fine. Nu moeten we er nog een keertje doorheen. Al deze. Dit lijkt echt zeg maar zo'n soort van prom. Zo'n Amerikaans gala, weet je wel. Waar iedereen naartoe gaat. Ja, ik weet niet wat ik doe tussen de toiletten. Nee, come on! Why is this so difficult, my friend? I do not like this. I do definitely not like this. Ik wil een pizza pepperoni. Ik weet niet waarom ik daarom vraag terwijl ik tussen de toiletten rondloop. Ik ben er klaar mee. Ik echt waar, jongens. Ik heb hier geen zin in. Ja, soms heb je van die stages. Daar wil je gewoon doorheen komen. Oké. Next one. Ik denk dat ik dit redelijk snap. Kijk, dit is een makkelijke stage. Je kan letterlijk gewoon vanaf hier naar de overkant springen. En vanaf hier ook. En dat is deze kant op. Even kijken, wat staat er? Oh my gosh! Ik wou net lezen wat er stond. En op dat moment was ik alweer te snel. Kijk, dat is de reden waarom geduld echt een hele schone zaak is. Ben je vies? Praat over geduld. Want ja, geduld is een schone zaak. Even kijken. Kijk uit voor het megatoilet wat jou probeert deze kant op te krijgen. Oké, ik zal voorzichtig zijn. Hij gaat naar beneden vallen. Ach, dat dacht ik al. Kijk, ik weet ook niet waarom ik spring terwijl ik het zelf nog zeg. Oké, nu gaat het lukken. Jop. Kun je nou gewoon even rustig zijn? Oké, nu. Nu heb ik hem sowieso. 100%. No doubt. Oké, nice. Ja. Al deze rare karakters moet ik proberen te vermijden. Kijk, dit is weer... Is dit een mega toilet? Het moet het vuistje voorstellen van het toilet. Oké, ik snap hem. Oké, rustig. En run. Even kijken. We hebben hier... Oh, nee, Jop.
Oh, ik gleed uit op een super dunne pijpleiding. Er staat dat er een niet zo specifiek mega toilet achter ons aankomt, jongens. Dus het dit zijn zeg maar de handlangers van het mega toilet. En het mega toilet zelf, daar gaan wij waarschijnlijk ook nog mee in de problemen komen. Of ja, in de problemen. Die gaat ons waarschijnlijk proberen aan te vallen, laat ik het dan zo zeggen. Ah, jongens, waarom ben ik uitgegleden? Zeg maar, slime kan leuk zijn op Instagram, because it is satisfying. Maar in dit spel is het dus letterlijk alles behalve leuk, want ik word er elke keer door achteruit gedeinst gewoon. Oké, rustig, Job. Spring. Ja, fantastisch. Kijk, nu ga ik hem in één keer halen. Soms moet je er gewoon even... Wat? Hey, come on, ik raakte hem niet eens aan. Oké, voorzichtig. Ja, nice. Oké, rustig. Rustig, en go. Oké, niks aan het handje. And we made it. Look at that. We hebben een nieuwe checkpoint. En je kunt hier trouwens dingetjes kopen. Ah, ik heb dat al. En wat? Ah, nice. Oké. Maar wat is dit dan? Het is gewoon een flashlight, toch? Er staat bij dat het, zeg maar, fopspulletjes waren. Dingen om mensen mee in de maling te nemen. Maar ik heb nog nooit iemand in de maling genomen met een zaklamp. Ik zou niet weten hoe je dat voor elkaar krijgt. Oké, oh. Ik zag jou op tijd, man, megavuist. Zeg maar, ze hebben bij Nintendo... Ik zag hem niet op tijd schijnbaar, want hij heeft me alsnog verpletterd. Super Smash Bros. Is een Nintendo game. En die kennen jullie misschien ook wel. Huh? Welke kant moet ik op? Ah, deze kant. Super Smash Bros. Is een game van Nintendo. En in Super Smash Bros. Heb je verschillende soorten karakters. En een van de soort van eindbazen die je dan moet inmaken... is de Mega Hand. En ik vind die echt altijd super episch. Nee, wat? Ik ga helemaal verkeerd, jongens. Wacht even, hoor. Ja, ik moet deze kant op. Inderdaad, right? Is dit de juiste kant? Ik raak namelijk de hele tijd al iets aan wat ik dus schijnbaar niet mag aanraken. Oké, voorzichtig. Ja, oké, hier moest ik inderdaad naar boven. Kijk, deze vuist heeft mij net ingemaakt, jongens. En ik ga die fout niet nog een keer maken. Zo, rustig, niks aan het handje. Oké. Maar ik ga goed, toch? Ik hoop dat ik goed ga. Het zou echt heel erg beschamend zijn als ik... Oeh, die aura van dat toilet pakt. Ja, nice, ik ga al die tijd gewoon goed. Niks aan het handje dus. Oké, rustig naar de overkant. En... Yes! We hebben de exit gevonden, jongens! Woehoe! Ik weet eerlijk gezegd niet of dit het einde van de map is. Ik denk het niet. Nee, dit is niet het einde van de map. Oké, hoe gaan we dit doen? Oh, jongens en meisjes toch. Oh-oh! Oké, nice! En nu? Oh, ik moet hier naartoe. Oh, ik moet echt letterlijk door heel de school heen parcouren. Jongens, de school staat in brand. Dit is niet positief. Heel de wereld die is gewoon aan het vergaan of zo, jongens. Oh gosh, dit is zo moeilijk. Dit is zeg maar echt zo'n final stage, weet je wel. En die maken ze dan echt gewoon bijna onmogelijk qua moeilijkheidsgraad. Nou, niet helemaal onmogelijk natuurlijk. Oké, misschien wel. Misschien wel een beetje. Oh, rustig. Oké, 3, 2, 1, spring. Spring. Nee! Zeg maar, ik kan tegen mijn verlies. Zou ik zelf zeggen, maar anderen waarschijnlijk niet. Oké, rustig. Nee, ik kan dit niet, man. Ik weet het niet. Er zitten meer mensen vast hier, denk ik. Of nee, niemand is hier nog. Niemand is hier überhaupt nog gekomen in eerste instantie. Of wacht, ik kan gewoon hier overheen. Oh, wat ben ik ook allemaal aan het doen, jongens. En ik maar denken dat het zo moeilijk was. Ik dacht al van, dit is eigenlijk al veel te moeilijk. Maar dat komt omdat ik namelijk de verkeerde kant op ging. Oké, dit is easy. Let's go. En checkpoint. Hier overheen. Niets aan het handje. Over de hamburgers. Oh gosh. Nee, jongens. De hamburgers hebben mij verraden. Na al die keren dat ik ze heb gekozen bij de McDonald's, zijn ze me alsnog niet loyaal. Oké, voorzichtig. Oké, rustig. Oké, en go. Go. Ah, come on. Hamburgers aan. Nog aan toe. Hamburgers nog aan toe. Is dat een ding? Ik weet het niet. Nu in ieder geval wel. Oké, voorzichtig. Want misschien moet ik in één rechte lijn gaan. Nee. Oké, nu. Nice. En nu. Yes, I got it. I got it. Oké. Uh-oh. Uh-oh. Jongens, wat gebeurt er? Ik weet echt niet wat er allemaal gebeurt, maar dit is echt super, super random. Dit is echt super, super random. Oké, voorzichtig. Eh? Wait. Wait a second. Ah, je moet er zo inspringen. Oké, voorzichtig. Ja. Waarom is het zo moeilijk? Waarom moet een Roblox-obby op het laatste... Ik snap het hoor. Zeg maar, het is omdat het een spel is en een spel moet leuk blijven. Dat snap ik ook wel. Oeh, jongens. Ah, oh, nice. Oké, cool. Ah, niet weer een quiz. Welk van deze bananen heeft afval gemaakt? Sowieso de blauwe. Het is altijd de blauwe. Het is niet de blauwe. Waarom nou, Job? Come on. Oké, dan is het de rode. Dan is het de rode. Uh-oh. Rustig. Alright. Wat is de volgende vraag? De volgende vraag is... Hoeveel dagen heeft het gekost om deze obby te maken? Sowieso 10. Wauw, 10. Dat is snel. Dat is echt heel snel. 10 dagen, denk ik tenminste, right? Dat is goed, dat is knap. Dat iemand dat kan. Uh-oh. Uh-oh.
Uh-oh, jongens. Zeg maar, je moet gewoon soms even goed kijken. Want je kunt bijna elke keer kun je gewoon heel makkelijk de zijwegen nemen. Oh, rustig, Job. Rustig, Job. Ja. Nice. Alright, we did it. Oh, nee! Ik ben uitgegleden over een worm. Dat is echt heel raar om te zeggen of zo. I don't know why. Oké, let's go. Spring. En ik heb de checkpoint. Yes! Oh, nee! Mega toilet! Why you do this, bro? Why you do this, bro? Jongens en meisjes, ik ga de final boss battle met het mega toilet voor de volgende keer laten. Niet de vorige keer, kan niet tijdreizen. Vond je het nou een leuke video? Smack dan even een like. Abonneer op mijn YouTube kanaal, heel gratis. En ik zeg adios.